Goeienaand. Hoeveel bemoediging net bij God, Vader, Seun en Heilige Geest te vinden is, gebruik die Heere toch ook mensen om elkaar te bemoedigen. Paulus sien een doel en betekenis achter zijn bemoediging wat hij van die Heere ontvang het. 2 Korintiërs 1 vers 4 tot 7. In elke moeilijkheid bemoedig hij ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig wat in allerlei moeilijkhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met diezelfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons een oorvloed van leiding is terwille van Christus, is daar ook voor ons een oorvloed van bemoediging dier Christus. Als ons dus in beproeving kom, is dit dat jylle bemoedig en gereed kan word. Als ons bemoedig word, is dit om jylle te bemoedig en te versterk, zodat jylle met geduld diezelfde leiding kan verduur als wat ons ook verduur. En wat jylle betreft, het ons een vaste verwachting. Ons weet dat, net soos jylle saam met ons deel het aan die leiding, jylle ook aan die bemoediging deel het. Een mens kan soms wonder oor die sin en die betekenis van swaar kry in jou leven. Die antwoord op die vraag van sin is inderdaad nie makkelijk en eenvoudig nie. Dieselfde of ooit dat daar één antwoord op hierdie vraag is. En ons moet ons ook niet onnodig vermoeien met die soeke na een specifieke rede achter ons leiding nie. Toch is een rede dat die Heere my in my moeilijkheid bemoedig en dat hy my so voorbereid en so lei om ander wat in diezelfde moeilijkheid is te kan bemoedig. Deur met ander mense sy leiding te kan associëren, bring op zichzelf al troos vir hulle. Iemand verstaan ten minste iets van die swaar kry waar deur ek gaan. So kan iemand wat deur kankerbehandeling is, een ander in omstandighede bystaan en bemoedig wat nog deur die behandeling moet gaan. So kan een bevryde drankverslaafde een bepaalde pad stap saam met iemand wat nog steeds verslaaf is. So beteken weduwees wat die dood van hulle mans verwerk het, vir baie vir iemand wat nog deur die rouproses moet gaan. Dit help, ja, maar dit help ook nie so baie nie, want geen mens kan die leiding en die swaar kry van een ander mens ten volle begryp nie. Sien, die bemoediging wat ons aan mekaar moet brengen, het baie beperkte waarde as ons en ons ervarings in die middelpunt daarvan staan. Net Jesus Christus, geen mens nie, is die volmaakte hoëpriester wat volle medelee met ons het. Net die Heilige Gees, geen mens nie, kan ons versigtinge, wat nie met mense woorde uitgedruk kan word nie, na die Hemelse Vader toe neem. Die bemoediging waarmee Paulus bemoedig is, en waarmee hy ander bemoedig, lê in die bemoediging wat van die Here afkom. Ons taak om mekaar as gelowiges te bemoedig, is dus ten diepste om mekaar in ons moeilikhede by die Vader wat hom ontferm en God wat in elke omstandighede moet gee, uit te bring. Die bemoediging is te vind in 'n persoonlike verhouding met die Here. Dit is te vind daar waar God ons Vader is en waar ons in die genade en die vrede deur Jesus Christus leef. Daar by hom, in sy teenwoordigheid, sal jy ontferming en bemoediging vind. Daar waar ek dit ook gevind het. En so word ons taak om mekaar te bemoedig, eintlik niks meer as om vir mekaar getuies te wees van die Here se bemoedigende liefde in ons lewe nie. Ja, en daarmee saam, as jy dan ook by die Here is, dan kan ek steeds verder meewerk deur vir jou te bid, volgens vers 11. Liewe broer en suster, ek wil jou vanavond persoonlik bemoedig, nadat ek bemoediging ontvang het. Ek wil dit doen deur jou uit te nooi om saam met my in die woorde van Paulus aan God lof toe te bring. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader van ontferming. Hy is die God van bemoediging. Alle lof aan die Here. Goeienacht.